Welkom bij Stug, het programma voor en door studenten. Vandaag zie je een nieuw studentenhuis in huis. Hoor je dronkenmanspraat in random quotes van random studenten over een random onderwerp. En is CNN Zam de Stug-klassieker. Maar we beginnen met het studentennieuws. Dit is het Stug Studentenjournaal. Op de School voor de Kunsten worden studenten onder andere opgeleid tot muzikant. En om de idolen in spe op weg te helpen, heeft de school nu een eigen muzieklabel. Vorig jaar werd er al een promotie-cd uitgebracht, maar nu is ook echt het eerste album uit. En die is van singer-songwriter Vincent Kenter. Zijn album In The Reeds bestaat uit liedjes met een sterk verhalend karakter en een alternatieve sound. Nou, ik ben in december 2011 begonnen met het schrijven van de nummers. En in 2012, eigenlijk gedurende het hele jaar, ben ik bezig geweest met de opnames. En in vorige maand, in januari, is hij gepresenteerd. Ze regelen promotie voor een groot deel. En daar ben ik erg blij mee. Ze zetten mij een beetje op de kaart, op Facebook, op Twitter, op de sociale media dus. Met Pineapple Friday zijn we eigenlijk nog een beetje in de beginfase. Dus ja, die zijn nog bezig met nummers schrijven en dergelijke. En toen begon ze maar eens eigenlijk precies hetzelfde. Allemaal wel zoveel mogelijk via het internet en in Groningen optredens te regelen. Het afschaffen van de studiefinanciering, de komst van een leenstelsel. Studeren kan niet meer gegarandeerd zonder financiële zorgen en dat moeten ruim 3000 studenten ook gedacht hebben. In 2012 zijn er namelijk meer hbo'ers afgestudeerd dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de hbo-raad, de vereniging van hogescholen. De mogelijke invoering van de langstudeerboete is waarschijnlijk de oorzaak van de stijging. De groei van 5% deed zich namelijk vooral voor bij studenten die minstens 6 jaar studeerden. Is de financiële onzekerheid ook van invloed op de Groningse studenten? Ik doe zeker wel extra mijn best inderdaad, want je hoort toch steeds meer in het nieuws ook dat het steeds slechter gaat. Wordt steeds moeilijker en duurder, dus dan begin je toch wel te beseffen ja, dat je wel veel moet inzetten om weinig vertraging op te lopen. Ik val nog niet in het leenstelsel, maar ik kan me wel voorstellen dat als ik met het leenstelsel te maken zou hebben, dat ik wel meer mijn best zou doen, ja. Als ik dus wel in de situatie had gezeten dat je dus zou moeten lenen om te kunnen studeren, dat ik dan misschien niet zo snel een hbo-studie zou gaan doen als je ouders niet kunnen bijbetalen. Omdat het dan, ja, je weet natuurlijk nu niet met welke studie je doet hoe zeker het is om straks een baan te krijgen. Dus het kan zijn dat je straks aan het eind van je studie en een hoge studieschuld hebt en nog niet een heel goed vooruitzicht om die studieschuld af te lossen. Dus dan zou je helemaal niet meer gaan studeren? Nee, misschien niet. De Groningse internetondernemer Ben Woldering gaat samenwerken met het Honors College. De jonge ondernemer is de oprichter en eigenaar van Bencom. Het bedrijf achter verschillende vergelijkingssites als bellen.com en gaslicht.com. De excellente studenten van het Honors College krijgen de mogelijkheid om intensief samen te werken met het bedrijf. Doordat het bedrijf hen stageplaatsen en afstudeerprojecten aanbiedt. We merken dat als de jonge talenten veel ruimte geven in het bedrijf, dat er vaak waanzinnig mooie ideeën en concepten uitkomen. Ja, dat hebben we een paar keer meegemaakt door een afstudeerstage. En we dachten samen met de Hansen, we kunnen dit naar een hoger plan trekken. En ja, daar echt een convenant voor aangaan met elkaar. Het kan je niet ontgaan zijn, de Harlem Shake. Overal op YouTube verschijnen filmpjes van de nieuwe rage. En Groningen kan natuurlijk niet achterblijven. Dus woensdagmiddag werd er flink geshaked op de trappen van het academiegebouw. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Het initiatief komt eigenlijk vandaan heel veel internetvideo's die we op het internet hebben gezien. Het is echt een nieuwe trend, echt een nieuwe hype, zeg maar. Overal in de hele wereld zie je allemaal Harlem Shake video's. En ik had heel toevallig één gezien in Leeuwarden. En toen dacht ik van, ja, dat kunnen wij sowieso beter in Groningen. Dus ik organiseer het hier. No, it's a really cool thing, I think. And it's really fun. Het was leuker dan ik had verwacht eigenlijk. Want ik had eigenlijk niet verwacht dat ik mee zou doen. Maar door alle enthousiasme van alle andere mensen en zo, vond ik het toch best grappig om mee te doen. Hey Stug, wat leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. Nou, welkom in mijn kamer. Oh.
Zoals jullie zien is mijn kerstboom er nog. En het is al lang oud en nieuw en kerst geweest. Maar ja, ik geniet er nog van. Ik hou ook van lezen en 25 tinten grijs serie mag natuurlijk niet ontbreken. Kom maar mee, dan laat ik de slaapkamer zien. Hey, dit is mijn slaapkamer en hier beleef ik mijn eigen 50 tinten grijs avontuurtjes. Zo, en dan gaan we nu verder naar de douche. Dit is de douche. Ik hoef hem maar te delen met één huisgenootje. We houden hem wel schoon, maar meer kan ik er ook niet over zeggen. Nou, dit is de wc. Zelfs in de wc heb ik allemaal frutseltjes. Dit is onze keuken. Hetgeen wat ik altijd in mijn koelkast heb liggen bijna is beleg op brood. En dat is Philadelphia met kipfilet. En dan gaan we nu naar de gemeenschappelijke ruimte. Dit is de keuken van mijn andere huisgenootjes. En als we samen eten, dan doen we dat hier. Dus het is een beetje een gemeenschappelijke ruimte. Zoals je ziet heb ik behoorlijk wat afwas te doen. En daar kan ik jullie niet echt bij gebruiken. Dus doei doei! In Loco maak je kennis met bijzondere studenten met bijzondere talenten. Hi, I'm Nicolai Moore. I'm 26 years old and from Germany. I'm studying international business and management at the Hanse in Groningen. I'm going to show you what I do besides my studies. I'm going to burn myself. When I was young, I saw my dad doing stunts because he's a stuntman. So I looked up to him and I was like, yes, this is really what I wanted to do. So I did it. When you do a stunt, it's not like doing a normal thing. Every stunt is different. I'm really excited before I start doing things like this. I like to do fun things, and this is real fun for me, and it's more than just a job. It's my passion. I'm doing a lot of different stunts, for example, body stunts, car stunts, but also for movies and television productions. What we are going to do here is for a big furniture company, a commercial. So I'm be a part of it and I'm going to burn myself. Being a stuntman and a student is really different because as a student I have to study really hard, but being a stuntman is fun and also for me it's really stress releasing. I'm a fourth-year student, so I'm almost graduated, and I see myself in the future as I try to combine my business studies with my stunt job, so I try to be my own boss with my own stunt company. Ah!
Wist je dat bijna de helft van studenten spijt hebben van een dronken actie? Nee, dat wist ik niet. Nou, dat wist ik wel, ja. Nou, ik weet dat sommigen wel spijt hebben, maar niet de helft. Nooit bij stilgestaan. Dat weet ik wel, denk ik. Ja, zeker weet ik dat. Nee, vertel. 48% van de ondervraagden had wel spijt van een dronken actie. Dat is gebleken uit een onderzoek van studenten.net. Ja, dat is veel. Oké, ja, dat is een heleboel. Ja, wist ik niet. Dat zal dan wel kloppen, denk ik. Nou, dat kan ik begrijpen. Ja, heel goed zelfs. Ja, ik ook wel, denk ik, wel een keer. Baas me niet. Je kiest er zelf voor om zoveel te drinken. Heb jij wel eens iets doms gedaan toen je dronken was? Oh, ik drink niet. Even kijken, ik heb ooit een keer tegen een politiebusje aangezeken toen ik dronken was. Doe ik ook niet meer. Nou, ik ben eigenlijk nooit dronken, dus nee. Ja. In de sneeuw gezeten en daardoor 3 weken in de antibiotica gezeten. Even keer de bed ingestapt of zo. Maar ik kan me er wel bij voorstellen, ja, dat ze er spijt van hebben. Domme dingen kunnen ook leuk zijn. Ja, dat zijn dingen waar je liever niet over praat. Dus ik ga zo niet allemaal door noemen wat er gebeurt. Ja, vaak genoeg, maar ja, dat onthoud je niet echt als je zo dronken bent. Ja, alcohol doet gekke dingen, meisje, dat sowieso. Pauline doet gedichtjes. Het laatste papier. Een man valt in een paddenstoel, belandt in eindeloos veel lagen, rent van oorzaak naar gevolg. Hij struikelt, kan geen terugweg meer vinden. Voelt de aarde onder zijn voeten dat wat geen paddenstoel is, als een steen onder het zand. Zonder lagen en geen conclusies uit te trekken. De tijd spint webben over kraters, voedt schimmels zonder boom. Niet bang zijn, je bent nu eeuwiger dan ooit. Soms bellen mensen stug om ons te vertellen dat ze een ongelooflijk leuk event aan het laten plaatsvinden zijn. En dat is vandaag ook het geval. Soms wordt dat hartstikke leuk en blijkt het een gigantisch succes te worden. Vandaag, nou ja, kijk zelf maar. Wat is er gebeurd? Wat zei de politie? De politie zei dat wij onze busje niet mogen neerzetten. Want de busje staat hier omdat wij op dit moment een bar aan het bouwen zijn. De bar is Bar Woestehoeve. Bar Woestehoeve is een jaar geleden opgericht op Facebook. We hebben nog niet heel veel klanten gehad. Maar dit vonden wij een ideale gelegenheid. De zon is er misschien niet helemaal, maar om een terrasje te bouwen. We hadden namelijk wat troep gevonden in huis. Troep? Nou ja, je kunt zelfs zien dat het geen troep is. Het is echt fraai spul. En daarvan hebben wij een terras gebouwd op de Poelenpleintje. En er is ook een bar binnen en die bar die wordt vrijdag geopend. Maar het mag niet eigenlijk? Het mag niet, dat heb je net gezien met de politie. Dus dat wat zei allemaal... Hij zei dat wij de bus moesten weghalen. Volgens mij heeft hij de hele, het hele terras nog niet gezien. Okay. Dus ik denk dat het op dit moment misschien nog wel goed kan komen. Als hij het terras, zolang hij het terras niet ziet, hè, blijft het terras natuurlijk gewoon bestaan. Ja. Dat snap je zelf. Dus we hebben nu 10 minuten de tijd om een bak koffie door de slot te douwen, zeg maar. Ja, dat klopt. Nou, koffie graag. Okay. Zwart. Het is koffietijd voor jou en dat weet je. Op de nieuwe bar, hè? Maar de Woestehoeve, je kent ook wel het tegenhanger toch van de Woestehoeve, of niet? Vertel eens. Oei! Ja, dat is een seksclub, is dat? Richting Leek. Wat zegt hij nou? Nou, kom binnen. Hier gebeurt het allemaal. Als je even hebt... Nou, wat leuk dat jullie hier zijn. Dit is inderdaad de bewuste bar van de Woestehoeve. Hier gaat het allemaal gebeuren vrijdag. Wij hebben er enorm veel zin in. We kijken er ontzettend naar uit. We zijn benieuwd hoe de opkomst zal worden. Maar ik denk met zo'n fraai stukje triplex dat het wel goed zal gaan. Iedereen is natuurlijk razend benieuwd naar deze bar. En natuurlijk heeft iedereen zin in het jaarlijkse huisfeest. Wij doen er nu 5 jaar op rij. En eigenlijk is er steeds een stijgende lijn. En het schijnt dat er dit jaar zelfs meisjes zullen komen. U hoort dat goed? Ja, er zullen meisjes komen. Er hebben al inderdaad een paar meisjes toegezegd dat ze zullen komen. En sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me. Ja, sorry. Pff.
Ik hou erg van lezen en ja. Ja, opnieuw. Ik hou ook van lezen en op mijn kast. Komt dit er ook allemaal in? Nou, misschien. Oké. Okay.